Yo mensen, dit is je boy Dylan hier. Vandaag weer een nieuwe video. Wat ik erover wil hebben is, ja, hoe sommige mensen weer haat gaan geven. Sommige mensen geven haat. Andere YouTubers, dat niet klopt, vind ik. Maar dat gaan we zien. Dus mensen, sommige YouTubers krijgen haat. Haters, die zullen er altijd zijn. Haters, ja, haters, haters gonna hate, lovers gonna love, is mijn slogan. En ja, ook ik krijg haat. Waarom? Waarom krijg ik haat? Ja, ik krijg veel haat. Vooral wat ik TikTok doe. Op TikTok krijg ik heel veel haat. Boeit me niet. Op YouTube heb ik ook inderdaad heel veel haat gekregen. Boeit me niet. En nu, op dit moment, is de haat zo'n beetje aan het stoppen. En ja, ik heb soms haat, ja. Waarom ga ik dan haat? Ik ga niet terug haten. Ik haat nooit mensen. Omdat ja, haten, dat doe je gewoon mij niet. Omdat haat is een groot woord. Ja, er zijn mensen die haten. Er zijn mensen die haten op mijn kanaal. Er zijn mensen die haten op Sven's kanaal. Er zijn mensen die haten op Alexis' kanaal. Maar wij zijn allemaal YouTubers, wij zijn allemaal vrienden. Wij zitten gewoon in een community. Wij zitten ook in een... in een groepje. Team is 2. Dat krijgt ook heel veel haat. En ja, waarom krijgt dat haat? Ten eerste. Ja, omdat wij soms raar doen. Maar ja, het hoort er wel bij. Hè? Ten tweede. Want sommige mensen vinden van, wij willen er ook bij horen. En daarom geven de mensen haat. Maar, geen probleem. Wij kunnen tegen die haat. Nummer 3. Die haat dat wij krijgen. Die soms krijg ik haatreacties, ja. Maar ik verwijder die dan gewoon van mijn kanaal. Ja. Ze mogen weg. Maar op TikTok is dat weer iets anders. Op TikTok, ja, je krijgt haat. Ik sta een For You bijvoorbeeld. Ik heb een For You gestaan bijvoorbeeld een paar keer. En ja, dan krijg je haat. Ja, wauw. Op bijvoorbeeld mijn kleding kreeg ik haat. Op mijn voetbalploeg dat ik supporter kreeg ik haat. Allee, op mijn voetbalploeg dat ik support kreeg ik haat. Dat is dan zeggen Antwerpen of Anderlecht of Brugge of... Maakt mij helemaal niet uit. Ja, ik kom er openlijk voor open. Openlijk voor uit. Dat ik voor Standaard ben. Mijn favoriete ploeg hier in België. In Nederland is dat Feyenoord. En toen heb ik nog ploegen. Zoals in Italië is dat Juventus en Napoli. In Spanje is dat Real Madrid. En ja, ik heb soms... Moeilijke tijden. Ja, in tweede klasse hier in België is dat. Ja, nu Mechelen. Maar dan gaan we ook naar Orgel gaan. Maar ja, want de ploeg waar ik voor voetbal is van Orgel eigenlijk. Dus ja, dat is een gesponsorde ploeg door Orgel. En ja, wat doe je eraan? Nu op dit moment. Dit keer deze update video te maken. Waarom? Ik vond deze update video echt wel nodig. En ja, soms kan ik echt wel zagen in mijn update video's. Maar ik probeer er gewoon iets van te maken. Ja, ik beweeg zo veel met mijn handen vandaag. Nou ja, gewoon zin in. En ja, hopelijk kijken jullie. Ja, eigenlijk hopelijk kijken jullie. Naar deze video.
En voordat ik deze video wil afsluiten, zaterdag 16 maart, dus nu zaterdag, gaat er een meeting door hier in Tiene op Helderland. Van 2:30 tot 4:00. Wie gaat erbij zijn? Sven gaat erbij zijn. Het lief van Sven. En nog andere mensen. Jullie willen komen. Het is ook mijn verjaardag. Jullie willen komen. Laat dan zeker hieronder in de reacties iets weten of jullie komen. Ga ik jullie met open armen ontvangen. Van 2:30 tot 4:00. Helderland, Tiene. Meeting met mij, Sven. Zijn vriendin en nog een vriend van Sven, zijn lief. Ik hoop dat jullie komen. Dat wordt even een onverwachte wending aan deze video. Ik ben dus ook jarig zaterdag. Komt sowieso een video online. Voordat ik vertrek naar Tiene. Want, ja. In Tiene. Moet ik zijn, want daar ligt Helderland, kort bij het station. En ja, ik zou nu deze video afsluiten, want dan wordt het langdradig. En ja, ik zie jullie guys zaterdag met een nieuwe video. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Vind dan, druk dan zeker op de like button. Reageer hieronder en als je nieuw bent, abonneer. En zoals ik altijd zeg.